Het is nu 9:30 in de ochtend. Vanmiddag is hier de demo. Ja, tegen wat? Tegen de coronamaatregelen, tegen de onvrijheid, het inperken van grondrechten. Specifiek, er is heel veel voorbereiding afgegaan. 1 augustus was er ook al een demo. En nou ja, de teksten spreken voor zich. Kijk maar. Onze toekomst hangt van vandaag af. Vrede en liefde en vrijheid is het thema van vandaag. Ik zag vrede en eerzaak. Ik zag vrede en eerzaak. Dankeschön. Ik weet het, don't mention the war, maar ik wil het hebben over een andere oorlog. Die van de Ollongens en Sigrid Kaags. Die verbinding zoeken door oppositie uit te sluiten. Die van Angela Merkel, die niets belangrijker vinden dan grondrechten, maar wel demonstraties wil afschaffen. Het is de oorlog buiten de regels van het krijgsrecht om. Die van lafaards en manipulatoren die vredestijd prediken, maar geweld en verdeeldheid zaaien. Het wapen van voorkeur daarbij is niet de kogel, maar vervormde informatie. Zoals we zagen in de nasleep van de demonstratie in Berlijn op 29 augustus, jongstleden. Men spreekt volgens de definitie van een informatieoorlog als oorlogsdoelen worden nagestreefd door middel van het verstrekken van foutieve informatie aan de kant van de vijand. Of het verstrekken van foutieve informatie aan eigen zijde. En het blokkeren van de communicatiemiddelen van de vijand, oftewel censuur. Momenteel woedt er op tal van terreinen zo'n informatieoorlog. En hoewel je over de oorsprong van het conflict en het exacte doel van de agressor kunt discussiëren, tekent in ieder geval 1 partij zich in deze tijd duidelijk af. De vijand die op al die terreinen dezelfde is. Wij zelf. Burgers van westerse landen. Nederlanders, Duitsers, Fransen, Italianen. We zijn allemaal nietsvermoedende opponenten. In een onbepaald leger van naïeve en gedesoriënteerde onderdanen. En wie de gefabriceerde informatie beantwoordt met onvrede, kennis, inzicht of zelfs maar twijfel, krijgt de volle laag. Wie zich voor even uit de loopgraven waagt, krijgt een kogelregen van desinformatie, propaganda en censuur over zich heen. Geraffineerd en inmiddels in your face. Het was de coronademonstratie in Berlijn die deze oorlog voor mij een duidelijker bovengronds gezicht gaf. Het was een grootschalig protest georganiseerd door Queerdenken, een tot de tand met advocaten en psychologen bewapende club die mensen uit heel Europa had opgeroepen om die dag te komen en vreedzaam te demonstreren tegen het nieuwe normaal. Hun doel? Bescherming van de grondwet en onze vrijheden. De advocaten waren de hele dag bezig en ze verschenen ook op verschillende podia om de trucendoos die de lokale autoriteiten opentrokken om het protest tegen te houden, aan te vechten. Deels met succes. Verschillende rechters gaven de organisatie gelijk. De politie hield evengoed duizenden mensen ter hoogte van station Friedrichstraße en elders tegen. Ik heb tussen deze mensen gestaan. Het waren er zeker heel veel. Zeker duizenden daar. Over kilometers lang. Dat moeten er minstens 100.000 zijn geweest. Nou ben ik van Duitsland wel gewend dat rechtse demonstraties worden geframed als het nieuwe fascisme. En dat mainstream media verhalen uit hun duim zuigen, zoals in Chemnitz in 2018, waar, quote, vluchtelingen achterna werden gezeten, einde quote. En dat linkse demo's altijd op onvoorwaardelijke steun van het politieke establishment kunnen rekenen. Ook als activisten, zoals in Hamburg tijdens de G20, winkels plunderen, auto's in brand steken en agenten mishandelen. Maar de informatieoorlog in 2020 is een stuk intenser en openlijker geworden. Dit gaat al lang niet meer over vooroordelen, bias en belangenverstrengeling bij media en politiek. Geweld uit de juiste hoek wordt schaamteloos goed gepraat, vreedzame vergadering gecriminaliseerd. De huidige steun voor Black Lives Matter en Antifa en ik denk ook aan Kick-Out Zwarte Piet, actueel weer, moet men in dat licht zien. Voor deze activisten geldt niet dat de hele groep verantwoordelijk is voor de misdaden van, quote, een minderheid. Andersom wel. Ook, en dat is het hallucinante, als er überhaupt helemaal geen geweld gebruikt wordt bij een regeringkritische rechtse demonstratie. De schijn van gewelddadig extremisme bij wat een volkomen vreedzame en absoluut geen rechtse demo was, wordt dan het verhaal. Want alleen zo is er een conflict dat de informatieoorlog weer rechtvaardigt.
Zoals AfD-politicus Godfried Curio deze week in de Bondsdag treffend verwoordde. Extinction Rebellion en Greenpeace mochten onlangs vrijelijk in de Rijksdag demonstreren, maar een selfie nemen op de trappen door niet-linkse is ineens een putsch. Wat was het verhaal? In de dagen na 29 augustus werd een obscuur groepje van misschien 100, 200 man ineens de mascotte van de hele queerdenken vrijheidsbeweging. De extreemrechtse Rijksdagsbestormers waren het ware gezicht van de coronaleugenaars, zo klonk het. Zowel politici als inlichtingendiensten ontkoppelden het idee van vreedzaamheid compleet uit het nieuws. Alsof er voortdurend een fanfare bent over de boodschap van de queerdenkenbeweging heenblies, werden de meeste evidente feiten ontkend. Eén instrument in die band was het dagenlang raden van het aantal mensen dat was gekomen. Dat zou liggen tussen de duizenden en 800.000 mensen. Het feit dat daarover blijkbaar geen duidelijker beeld te krijgen is in 2020 is opvallend. En jammer, want veel van mijn volgers wilden weten, hoe druk was het nou? Ik laat het dan maar even over aan de kijker van mijn later in dit filmpje te zien beelden om een indruk te krijgen daarvan. Deze week wist de Duitse inlichtingendienst in ieder geval nauwkeurig te melden dat er 3000 rechtsextremisten waren. En dat al de beelden van die dag nog uitgebreid geëvalueerd worden. Ik kan nu al verklappen dat we nooit meer iets zullen horen over die beelden. De suggestie is toereikend. Het wegpoetsen van een van de meest verbindende bijeenkomsten die ik in 5 jaar Berlijn meemaakte, gebeurt slordig, dat wel. Dubbelzinnig ook en doorzichtig. Een mensenmassa, hoe groot ook, wegzetten als een gevaar voor de democratie, zoals gebeurde op de staatstelevisie, je moet maar durven. In de informatieoorlog wordt daarbij ook flink gewerkt met suggestie, om het beeld in ons hoofd te prenten van het je weet wel gevaar. Bestormd werd er niets, wel werd er hardhandig ingegrepen door de politie. Er was een fotomoment op de trap voor de Rijksdag nadat een soort alternatieve geneeskundige genaamd Tamara K. de mensen daar had opgeroepen om daarheen te gaan om dat te laten zien aan Donald Trump dat we, quote, hadden gewonnen. We hebben gewonnen, zei ze. En daarop kwam de politie in actie met geweld. Er is helemaal niets van een bedreigende situatie geweest voor het gebouw zelf. Sommige mensen, waaronder ook extremisme-expert Hubertus Knabe, hij is bekend van het Stasi-museum, die twitterde zelfs dat het er wel een beetje op leek alsof het behoorlijk in scène was gezet allemaal. Dus hij kan het natuurlijk misschien wel weten. Het had inderdaad vooral alles weg van een fotomoment voor de krant. Door het grove propaganda geschud, compleet met deels of geheel gefabriceerde verhalen, dat steeds vaker wordt ingezet tegen de eigen bevolking in heel Europa, zou je bijna vergeten dat de mensen die waren afgekomen op de oproep van de organisatie Queerdenken vooral hippies waren, alternatieven, ondernemers, boeren, de meest gewone Duitsers, Polen, Russen, ook heel veel Nederlanders heb ik gezien. De sfeer van begin tot eind was vreedzaam, gemoedelijk, vrolijk, maar ook indringend. We zijn blijkbaar de vijanden van de staat die ons niet meer aan haar kant heeft en zij weet dat. Maar weten we het zelf wel? Beseffen we ons dat eigenlijk al? Ich heiße Isabella, ich wohne in Deutschland, komme aber aus Polen. Ich habe heute in der Demonstration teilgenommen. War sehr schön, aber mein Eindruck ist, leider ist deutsches Volk verteilt. Leider erinnert mich das leider an die Zeiten in Polen, wo unsere, an der Kommunismuszeit waren wir auch verteilt. Teil des Volkes hat durch Eliten von der russischen Seite nur Privilegien bekommen und hat nur profitiert. Anderes Teil des Volkes musste um ihre Freiheit kämpfen, um ihre Familie kämpfen. Leider die Geschichte sehe ich jetzt in Deutschland. Ich sehe, das deutsche Volk muss wieder um ihre Freiheit kämpfen. Ich kämpfe auch, weil ich lebe hier und wir dürfen das nicht, dass die Geschichte sich wiederholt. Genau. Haben Sie ein bisschen Hoffnung gefunden? Haben Sie ein bisschen, ja? Ich habe die Hoffnung gefunden an allen Menschen, die ich hier bei der Demonstration gesehen habe, voll von Liebe, Frieden vor allem, weil alle, die teilgenommen haben, wir rufen nach Frieden. Wir wollen, dass unsere Politiker hier verstehen, dass wir einfach wieder ein freies Volk sein möchten. Genau. Und dass diese Corona-Pandemie uns
wirklich wirkt wie eine Fessel, wie ein Gefängnis. Was ist der Weg, dass wir wieder einander finden? Der Weg ist, wir müssen ehrlich sein und mutig sein. Und Mut kostet. Mut ist nicht umsonst. Nein. Frieden ist auch nicht umsonst. Meine Oma und Opa, wir haben immer um unsere Freiheit gekämpft mit verschiedenen Ländern, die uns angegriffen haben. Und mein Volk hat nie aufgegeben. Leute, ihr darf nie aufgeben. Nie. Was in Stuttgart begonnen hat, hat sich jetzt in Berlin radikalisiert. Ja, wie gefährlich ist das, wollen wir Sie fragen. Eine Frau, die sich seit vielen Jahren mit Verschwörungsideologien beschäftigt und die sagt, ich glaube, dass die Sicherheitsbehörden die aktuelle Gefahr durch diese Netzwerke deutlich unterschätzen. Sie glaubt, es ist Angst vor Kontrollverlust, die Menschen anfällig macht für solche Ideologien. Der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier spricht von einem unerträglichen Angriff auf das Herz unserer Demokratie. Dieser Sturm auf den Reichstag ist etwas gewesen, das über Tagen schon im Internet... Mit Reichskriegsflagge, ne? Mit Reichskriegsflaggen im Internet in der rechtsextremistischen Szene als Fantasie aufgebaut wurde. Mhm. Das schon immer träumt, seit vielen Jahren. Mhm. Warten Sie auf ein Momentum, das haben wir auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise erlebt, das erleben wir jetzt wieder. Wir haben vor 2 Jahren dieselbe Szene gehabt mit denselben Akteuren, die im Schulterschluss mit AfD, Pegida-Hooligans in Chemnitz auf der Straße waren. Dort war ich auch dabei. Aber diese Symbolik, diese Macht des Bildes, sie kündigen an, den Staat zu stürzen und haben ein Momentum, eine Situation, wo sie diese Stufen zum Reichstag erklimmen. Diese Bilder gehen um die Welt und es suggeriert, als sei der Staat tatsächlich ins Wanken geraten. Bestätigt. Aber wer da mit demonstriert, hat schon auch die Aufgabe zu gucken, an wessen Seite man demonstriert. Und diese Leute mit der Fahne, die führen anderes im Schild. Die wollen diese Republik kaputt machen. Also das ist eben auch etwas, mit dem ich Bauchschmerzen habe, dass es eben im Vorfeld keine wirklich glaubhafte Distanzierung jeglicher Form von gewaltbereiten Gruppen gab auf dieser Demonstration, die dafür mobilisiert haben. Punkt. Herr Ballwick und seine Leute haben vor Wochen, vor Monaten einen Pakt mit der organisierten rechtsextremistischen Szene in Deutschland geschlossen.